Daniel Sterenborg, zeg ik het goed? Klopt. Ik kom uit Ossendrecht en ik heb een club in Beeld op Zoom. Ja, maar lacrosse. Ik zie jou staan met een racket, maar jij kan me alleen maar verbeteren. Dus kan je even heel kort uitleggen wat het is? Een lacrosse stick, zoals ze dat noemen. En het komt van de Noord-Amerikaanse Indianen. Die speelden ermee als een manier om oorlog te voeren over land, vee, vlauwen, wat je ook maar wilt. En gaandeweg is het geëvolueerd tot een teamsport. College is heel groot in Amerika. En in Nederland zitten we nu op zo'n 15 clubs met 6 verschillende divisies. En heel kort het spel, dat is 10 tegen 10? Het is 10 tegen 10 inderdaad, waarbij je longstick, shortstick hebt. Dus een shortstick, een longstick is een meter langer. En de mannenvariant is met contact, dus echt met bodychecks en stickchecks. Vandaar dat de bescherming ook wordt gebruikt. Ja, en nou is het verhaal, we staan bij het Amaliaveld. En wat eigenlijk jouw idee is, of je wens of je doel? Is dat je hier ook een club gaat realiseren in Zeeland of in Middelburg? Klopt. Het is in 4 jaar tijd is het gelukt in Bergen op Zoom om een herenteam, een jeugdteam en een nagenoeg volledig damesteam uit de grond te stampen. En we proberen hier een nieuw team uit de klei te trekken, om het zo maar even te noemen. Maar hoe moet ik dat dan zien? Je bent nu een soort workshops aan het doen voor het middelbaar onderwijs. Dat doe je ook in Vlissingen. Klopt. En dus zo laat je in ieder geval mensen kennis maken. Ja. Maar je bent bijvoorbeeld ook nog in gesprek met, of daar ga je nog mee in gesprek met de mensen van Oemoemenoe, de rugbyvereniging hier. Ja. En hoe probeer je het op te bouwen dan? Hoe ga je dat doen? Nou ja, allereerst is het inderdaad een basis leggen bij scholen. Die hebben altijd heel veel grotere klassen. En op het moment dat zij grotere klassen dit aan kunnen bieden, zijn er vast 1 of 2 die het leuk vinden. Als je dat bij een aantal klassen doet, heb je zo makkelijk een jeugdteam. Die worden ouder. En zodoende heb je makkelijker een volwassen team. Aan de andere kant, inderdaad, met de heren van de rugby zouden we ook kunnen overleggen van nou, er zijn rugbyers die enigszins geblesseerd zijn om specifieke rugby te spelen. Die kunnen net zo goed ook een lacrosse spelen. Of ze zijn uitgekeken op een andere sport. Proberen eigenlijk een nieuwe sport te ontwikkelen waar een nieuwe interesse van is voor een eventuele nieuwe sporter. Ikzelf heb hiervoor ook nog nooit eerder een teamsport gespeeld. Oké, dan ben ik helemaal een interessante. Ik ben helemaal niet sportief, maar nee. Het zou wel eens tijd worden. Als jij nou in een paar zinnen mij zou moeten overtuigen om eens lacrosse te gaan proberen, wat zou je dan tegen me zeggen? Het is een snelle sport. Je hoeft er niet per se heel fit voor te zijn. Het is vooral een creatieve sport die heel veel lol met zich meebrengt. Dus op het moment dat jij zo'n stick vast hebt, dan leer je vast al heel snel dat je hem om kan draaien. Je leert op verschillende manieren gooien. Misschien achter je rug omgooien. Je leert een cradle. En op een gegeven moment ga je die dingen meer tot jouw eigen stijl breien. Tot iets wat jou als leuke speler maakt. En dan maakt niet uit of je zo of zo bent. Alle combinaties zien we, ook op alle posities. De tip die we altijd geven, lacrosse staat altijd helemaal bomvol op YouTube. Dus als je lacrosse intikt, is het al goed. Maar als je the beauty of lacrosse intikt, dan heb je eigenlijk al een heel goed beeld over wat lacrosse inhoudt. Van mannen tot vrouwen lacrosse, van indoor tot outdoor. Nou, je vertelt het helemaal duidelijk. Super. Dan heb ik nog een allerlaatste vraag. Ja. Stel nu dat ik inderdaad belangstelling heb, of welke Middelburger of Zeeuw dan ook. Wat moet hij dan doen om in contact te komen met jou? Dat kan op Facebook via Zeeland Lacrosse Project. En op die manier hebben wij een groep, hebben we onze evenementen aangemaakt. En volgende week woensdag, de 23e, zijn we voor 3 weken bij het badstrand van Vlissingen. En daar kun je deelnemen. Daar kan je gewoon sowieso deelnemen? Daar kan je deelnemen. Wel even aanmelden. Dat is handig voor de corona. Zijn er kosten aan verbonden? 0 kosten. Nou, dat is helemaal. Maar als je lid wil worden, dan gaan er natuurlijk wel kosten. We hebben nog geen club, dus voorlopig doen we het echt heel erg low profile. Zijn er genoeg geïnteresseerden? Dan kunnen we inderdaad, zoals we met Oemoemenoe kunnen gaan doen, gaan we samen spreken over dat we lacrosse kunnen integreren. Dat hebben we ook in Beeld op Zoom met de hockey kunnen doen. Nou, het is een heel duidelijk verhaal. Ik dank je hartelijk voor je tijd en ik wens je heel veel succes.